ja, in de tienergroep van de kerk werd er ingezet. Ja, we gaan met de groep. Als je wil, kan je aanmelden. En ik dacht, lijkt me wel leuk en gezellig. Lekker veel liedjes zingen, denk ik. En preekjes luisteren. Ja. Gewoon heel veel zingen, denk ik. En veel plezier maken, eigenlijk. Ja, ze hebben er zin in. Zo'n 15.000 jongeren uit verschillende delen van het land zijn in Ahoy Rotterdam voor een groot festival voor christelijke jongeren. Het is wel fijn om tussen zoveel mensen te zitten die dan christenen zijn. Dat voelt voor mij veiliger. Nu op de school die ik nu zit, zijn er maar heel weinig christenen. En dan is het heel moeilijk om uit te leggen zeg maar, dat ik christen ben, want dan denk ik dat ik uitgelachen word. Maar eigenlijk moet ik dat niet denken. Alleen, het is wel fijner dat je dan nu niet kan worden uitgelachen. Ja, dat is gewoon heel anders. Nu zie je gewoon iedereen die gewoon ook eigenlijk ook christelijk is. En dat is gewoon, dan kan je soms wel makkelijk mee praten, want je hoeft je eigenlijk niet te schamen. Want we zijn eigenlijk ook allemaal christelijk. Dus ja, dat is wel fijn. Er hangt er zo'n sfeer of zo, ik weet niet. Het voelt gewoon goed sfeer. Tijd om naar binnen te gaan. Er zijn optredens van artiesten en er wordt veel gedanst en gezongen. Ja, gewoon de muziek is leuk. Het contact is leuk. Ik vind het heel mooi om met z'n allen hier te zijn. En dat je ziet, ja, er zijn toch nog wel best veel. 15.000, helemaal uitverkocht. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder mensen in Nederland gelovig zijn. Van de gelovigen zijn de meeste christelijk, namelijk 31%. Bijna 6% van de mensen in Nederland is moslim. En dan zijn er ook nog meer geloven, zoals het jodendom en het hindoeïsme. Maar het grootste deel van de mensen gelooft dus niet. En juist daarom is het volgens de jongeren fijn om hier bij elkaar te zijn. Je bent een soort van één met elkaar en je kan ook dingen met elkaar heel snel delen en ja, het is gewoon heel gezellig. Omdat ik God heb leren kennen, heb ik gewoon rust in mijn leven, want als ik hulp nodig heb, lees ik gewoon de Bijbel en zo en dat geeft me gewoon een goede richting. Ook als je verdriet hebt of zo, kan je het gebruiken, dan lees je eventjes uit de Bijbel of dan bid je en dan vind je wel vaak troost daaruit.